Ronde 1. Einde Runde 1. Einde van de tweede ronde. De punten zijn geteld. We hebben een winnaar en die komt uit de rode hoek, Noah. En natuurlijk ook applaus voor Yasin en Kadi. Ronde 1. Einde Ronde 1.
Miranda. Ja, de punten zijn geteld. We hebben een unanieme beslissing en de winnaar komt uit de blauwe hoek, Emsa Meijer. En natuurlijk ook applaus voor Thomas Prijs. Einde eerste ronde. Go! Fight!
einde van de ronde. Einde van deze partij. We hebben een prachtige partij gezien. Een van de meest technische jeugdpartijen misschien. Er kan maar één winnaar zijn en die komt uit de rode hoek, Yunus Petta. En natuurlijk ook de applaus voor Yusuf Selim. Round one. Einde van de ronde, einde van deze partij. Maar die komt uit de rode hoek, Tim Bakker. Graag voor de volgende partij. In de blauwe hoek, Gilani Min uit Petrazim. En in de rode hoek, Bayram Selik, FFC Amsterdam. Oh,
Einde van deze partij.
Vechters naar midden. We hebben een unaniem beslissing. En de winnaar komt uit de blauwe, Jelani Ming. Graag voor de volgende partij, de blauwhoek, Zaid Zakov, uitkomende. Fight!
En actie. Draaien, als ik draaien. 1, 2, 3, opvangen als die komt. En dan gelijk van. 1, 2, 3, bij. Maar ik heb er achter bij. Ja, draaien. Draaien, weet je. Ja. Dames en heren, de zure briefjes zijn geteld en we hebben twee winnaars. Vai, 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 vai
Einde van deze partij. Dames en heren, we hebben een winnares. De winnares staat in de blauwe hoek. En deze dame krijgt een gordel nagestuurd van de promotor. Ook een groot applaus natuurlijk voor Desantelli. Thank you.
Dames en heren, de jurybriefjes zijn verteld. We hebben een winnaar en die staat unaniem in de rode hoek. Nou, voor veel mooie partijen hebben we nog twee vechters nodig. Dus even een grote applaus voor Dylan. We hebben de winnaar. En die komt uit de blauwe hoek, Luca Hervé. Yeah.
Zijn geteld en deze partij kent twee winnaars, Glenn en Ernie. Omdat ze zo goed deden, mogen ze beter. Oh nee! Stop!
handen, op twee de ronde. De derde ronde. De punten zijn geteld bij de unanieme beslissing en de winnaar om uit de rode hoek, Younes Kossa. Ik was al bang dat ik nog een keer zijn naam moest uitspreken. Hij komt uit de rode hoek. Ik hoorde dat hij Coco heet. Coco!
Jurie de Rug, Tindongo. Romé. Lekker breed. Mooi aan, mooi aan. Einde van de tweede ronde. Einde van de derde ronde. De punten zijn geteld. Deze partij kent twee winnaars. Mees Rietmeijer en Alex Boudicchio. Alles afronden, juist! En weer! Inzetten, inzetten! Vlug! 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 Vlug!
Dames en heren, de zure briefjes zijn geteld. We hebben de winnares, die staat vandaag in de rode hoek. Maar ook een groot applaus voor Fleur. U zag het, Fleur had het niet makkelijk, maar heeft absoluut haar partij uitgeknopt. Groot applaus daarvoor. Dames en heren, de juryuitslag is bekend. We hebben een winnaar en die staat toenemend in de blauwe hoek. Een groot applaus voor zijn tegenstander. Dames en heren, we hebben een uitslag en de winnaar staat in de blauwe hoek, Juninho Meijer.
Maar ook een applaus voor de tegenstander. Amin. Zijn geteld, we hebben een winnaar. En die staat iedereen in de blauwe Youssef El Bouzati. Ook een grote plaats is het tegenstander Max. Round 1. Coach, jij beneden. De trainer. Ronde.
Jordan. Einde van de partij. Het themapartij kent altijd twee winnaars. Een applaus. Yeah.
einde van de derde ronde, einde van deze partij. Ja, de punten zijn geteld. En we hebben een winnaar uitkomend uit de rode hoek, Julian Dan Kroes. Yeah.
van de vierde ronde. Ja, de punten zijn geteld. We hebben één winnaar. En die komt uit Groningen. Ja, natuurlijk. Wat zou ik zeggen? Wat zou ik zeggen?